olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbum no chão, chão, chão. En daar jullie mensen van Dutch Gaming, welkom bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal. Vergeet wel zeker niet op dat duimpje wilt klikken en vast abonneren voor meer natuurlijk. Vandaag zijn we aangekomen bij een gloednieuwe video van de F1 Career Mode, waar we een 1.33.008 in de practice rijden. In de Grand Prix van Bahrein. Natuurlijk wel redelijk oké te doen, maar ja, dat terzijde komt dat allemaal wel goed. Maar dan zien we ook dat er een 1.32.0 wordt gereden, een 1.32er. Dus ja, als het een 1.32er is, dan ja... kunnen we het ermee doen, denk ik. Laten we het zo voorop stellen. Dat, ja. Het moet kunnen, hè. Nog 4 minuten te gaan waar intussen 1.31.4 wordt gereden. En dus Lando Norris echt alles open heeft gezet. Maar ook Lewis Hamilton verdedigt beter dan 1.31.7 en 6. Norris, Hamilton en Kevin Magnussen. Wat een incredible practice session. De fun doesn't stop here. Ja, en mijn doel is eigenlijk naar voor Red Bull te gaan, maar ja, Red Bull is nummer 1 team, dus het lijkt mij wel leuk om naar Ferrari te gaan ofzo. Want Ferrari heeft is de touw helemaal kwijt. Maar ja, wij gaan op naar de kwalificatie. Ik zie jullie bij de kwalificatie van de Grand Prix van Bahrein. Qualifying is nearly upon us and the drivers look as if they're all geared up to go. I expect we'll be getting underway very shortly. Now then, Anthony Davidson, you're not getting any younger, but you have been involved in your fair share of qualifying sessions in an illustrious 30-year career. How do you deal with the pressure when you had that one chance to deliver a perfect lap? It's not so much about dealing with the pressure. It's more about how you approach the risk, and just how much of it are you willing to take. You're constantly balancing the car on the edge of grip from braking, cornering and traction, and over the course of a lap, it's easy to get that balance wrong, and that's why achieving the perfect lap is almost impossible. As you say, I've been doing this 30 years now, and it never gets any easier. Nou, dan zijn we aangekomen dus bij Q1. Zien we Lucas Webber 1.33.4.1.1 rijden. Maar ja, daar moeten we natuurlijk overheen kunnen. En dat gaat ons ook lukken met een 1.29.7.5.5. Maar mijn hoofd 600-700ste sneller dan Lucas Webber. Zien we ook dat Bottas, Max Verstappen en Carlos Sainz Lewis Hamilton op Pierre Gasly over Webber heen zijn gegaan. En dat Valtteri Bottas er nog redelijk dichtbij mijn tijd zit. Maar ja. In Q2 en Q3 kan het zomaar weer zijn dat het Racing Point 12 staat ofzo. Want ja, elke kwalificatie is heel anders. Dat is dus het gevoel van racen. Het kan totaal anders zijn. Nou, we zien dat we toch de vierde plek pakken. Dat doen we met Antonio Giovinazzi en zo eroverheen rijden. En Pierre Gasly. Nou ja, Q2. Moeten we weer. Er staat druk op Q2. Want we zijn nog niet echt heel vaak, nog niet dit seizoen, na Q3 gereden volgens mij. En het lukt ons met een 1.39.945 volgens mij juist wel, want we hebben alleen Australië gereden. Nou ja, boeiend. We staan in ieder geval tweede nu. En dan Q3. Waar wij een goede tijd niet moeten zetten. Gaat dat ons dan ook lukken? Dat hoop ik wel. Nee, want we pakken de vierde tijd en de vijfde tijd. Met een 1.29.806. Maar we rijden allemaal 1.29's, dus het valt wel mee hoe slecht het de tijd was. How will not making Q3 affect your strategy tomorrow? Great. Well, that's everything.
Nou, hier zien we dus de Rivaly waar het dit jaar om gaat. We staan gelijk met Max, maar we hebben de Rivaly met PRS al gewonnen. Dat is natuurlijk met het vorige seizoen erbij. Dus ja, redelijk een goede statistieken. Dan zien we ook dat wij steeds, dat mensen ons nog steeds zien als rookie, maar het begint er beter uit te zien. Nou ja, we kijken naar de weather forecast, zien we dat het niet gaat regenen. Op naar de race mensen, ik zie jullie daar. Once more then on the desert stage of Sakir, as the players take their places for the opening act. Will they enthrall us like they did in 2014 with that titanic battle between Nico Rosberg and Lewis Hamilton? Well, we'll find out shortly as we get underway here in Bahrain. We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of turn 10. Bahrain has showed us many times in the past though, Anthony Davidson, that a good strategy will only take you so far. Beyond that, you need good racecraft and you need good consistency. And a little bit of luck too, I'd say. This is one of those circuits where the safety car always seems to come out just at the right time to condense the field together and mix up the cars on different strategies. It's hard on brakes, it's tough on fuel, and the main overtaking opportunity is down into turn one, where it's easy to outbrake your opponent and potentially have a bit of argy-bargy as well. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Antonio Giovinazzi lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Gasly, Bottas, Max Verstappen, and Norris, Duffy, Leclerc, Vettel, and Kimi Raikkonen, Grosjean, Sainz, George Russell, and Ricciardo, Hülkenberg, Weber, they've taken a grid penalty, Kevin Magnussen, and Sergio Perez, Albon, and Robert Kubica takes the last spot on the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Aangekomen dus bij de strategie waar we dus soft, medium, medium gaan doen. Dus een twee-stopper. Ik had al vertrouwen in mijn strategisten. Althans, mag ik hopen als ik dat heb. Maar ja, ik ben al kort met de strategie. Hier zien we de formation lab waar we een beetje... Ja, waar de racing point een beetje raar zit te doen. Maar ik ben een beetje aan het oefenen op vuile lucht hoe de auto erop reageert. Want op elke baan is dat anders. Dus ja, daarom was ik even zo raar aan het doen. Dag, meld het even waarom ik zo dichtbij zat, want ik neem normaal altijd afstand van de auto's. Maar ik heb geleerd, ook vooral op multiplayer, dat auto's per baan, per auto, op vuile lucht wel kunnen reageren. Dus daarom was ik even aan het oefenen. In practice ben ik ook mee aan het oefenen, maar toen had ik het nog niet echt onder controle, want ik spinde toen best vaak. Of raakte de auto kwijt met overstuur en onderstuur. Nou ja, in ieder geval, de auto's zitten redelijk op hun plaatsen. Dus we kunnen gaan beginnen aan de Grand Prix van Bahrein. Als de lampen aan zijn, dan gaan we beginnen aan de Grand Prix Bahrein 2020. Daar zijn de lampen aan. En we kunnen gaan beginnen. De lampen zijn uit. Verstappen en Leclerc komen daar redelijk goed weg. De Racing Point zit een beetje te malen achterin. En raakt Lando Norris een lichte tik. Kan die Verstappen pakken, hij zit ernaast. Maar remt. En hier kan hij niet voorbij Verstappen komen. Nee, dat lukt hem niet. En hier zien we opeens dat hij hem de 5 bijna kwijtraakt. En ja, en zo blijft hij maar achter Verstappen zitten. Dat is iets wat je niet wil, kan ik je vertellen. Ja, en ja, dus dit is dus wat we dichterbij komen. Verstappen, net niks in de eerste paar 5 rondes. Maar toen opeens, huppakee, heb ik gewoon een plek gevonden waar ik hem waarschijnlijk naast kan zetten. En hier zullen we het vacuüm denk ik gaan zien. Want ja, ik denk van ja, we moeten nieuwe inacties gaan proberen en dan moet het hier maar zijn. Dan zijn we richting aan het pushen, want Bottas zien we voor ons rijden.
En dan gaan we de pits in. Ja, hier zien we dus dat we mediums gaan doen. Maar ja, gaan wij ook echt medium-medium doen? Of kunnen wij onze banden zo sparen dat wij hem uit kunnen rijden? Nou, dat laatste gaat denk ik niet gebeuren, want dan moeten we wel heel goed zijn banden sparen. Ik weet dat ik het kan, maar ik hou me altijd druk bezig en carry hem op met pushen om content voor jullie te maken en niet saaie races te uploaden. Vooral dit seizoen moeten we vooral veel pushen. Hier zagen we Hulkenberg net voor ons uitkomen. En volgens mij in dezelfde lab pakken wij Hulkenberg gewoon weer hier. Althans, hierdoor is onze exit wat slechter, dus Hulkenberg kan weer terug. En dat is ook een feit. Hulkenberg, nou ja, hij heeft moeite met die Mercedes power. Ja, en hier verremde Hulkenberg zich, dus wij moesten wel. Want ik wou mijn frontwing niet laten damagen. En dan horen we ook nog dat Williams een probleem heeft. En dat is Robert Kubica, het zit ook niet mee bij Williams. En dan pakken wij hier Hulkenberg gewoon weer. En dan zien we Bottas heel dichtbij. Maar ja, Bottas die rijdt steeds verder en verder weg. En dat vind ik niet leuk om te horen. Hier zijn we dus bij Daniel Ricciardo aangekomen. Hey. En die gaat dus ook de pits in. Fijn om te zien. Teammate in de pits, ook Sergio Perez is binnen. En hier nog even een herhaling op de actie op Grosjean, die we ook nog deden, maar dat had ik jullie nog niet laten zien. Want ja, hier zagen we die Carlo nog voor ons rijden, maar ja, ik dacht van ja, we kunnen hem er even inlaten. Hier ook nog een inhaalactie op Perez, want ik dacht, ik laat ze er nog even voorbij gaan als een soort herhaling. Maar ja, we gaan weer de pits in. Want ik heb een andere strategie gekozen. Want iedereen weet nu dat wij eigenlijk medium-medium gaan doen. Maar ik denk medium-soft, zo kan. Banden sparen lukt. Een beetje banden sparen. Maar daar heb ik eigenlijk deze race helemaal niet aan gedacht. Eigenlijk ben ik heel dom geweest om naar soft te gaan. Want dan ga je deze race wel zien. Daardoor krijgen wij heel veel moeite met een Alfa Romeo die voor ons rijdt. Daarom nam ik al een andere lijn om niet tegen hem aan te botsen, omdat de bots hem zomaar eens wel eens loslaat. Dus ja, we gaan pushen naar Kimi Raikkonen op de hoop dat hij een foutje maakt. Want ja, we willen hem graag voorbij, maar we weten dat Alfa Romeo ook gewoon dit jaar zo goed uit die winterstop is gekomen. Maar hier, een foutje, een zeldzaam foutje van Kimi Raikkonen. Wij pleuren er direct naast, we raken elkaar richting een sidepot. Raikkonen houdt hem ernaast. Maar dan probeer ik hetzelfde als bij Max Verstappen, maar dat gaat minder, want de inschatting van mij was niet heel goed hier. Kan Raikkonen weer terug naar zijn plaats? Ja, maar we hebben nog steeds DRS. Dus dat betekent dat we nog steeds goed kunnen optrekken naar hem toe. En dat moet lukken. En ja, dat lukt ook redelijk. Hier kan Raikkonen niks. En ja, doen we dat gewoon weer netjes. En zijn we Raikkonen voorbij. Staat op 10 Charles Leclerc, maar die ging naar binnen. Althans, die gaat nog niet naar binnen. Hier is Raikkonen ons weer voorbij. Maar halen we... Oh ja, nee, dat is dezelfde inhaalactie. Maar dan even laten zien hoe we deden. Oké, nice. Ja, dezelfde inhaalactie. Oh ja, ik liet dat even zien. Dan gaat Leclerc en zo naar binnen. En dan kan Raikkonen ons weer aanvallen. En dat zag je dus ook al aan de titel. Een groot gevecht met Kimi Raikkonen. Ja, want dit gaat de hele race zo door. Hier pakken we hem weer. Remmen we hem een beetje uit. Hier kan Raikkonen niks dan achter me aansluiten. Maar hier kan een... Hier kan altijd... Degene die hier inhaalt... Die al dat eerste stuk inhaalt... Kan hier altijd ingehaald worden. Maar hij kan ook het best verdedigen. Dus ja... Dat hebben wij dus een beetje mee. Maar ja, hier zijn we dus ook aangekomen met George Russell. En hier hoopte ik dat ik hem kon inhalen, maar dat lukte niet. Want ik wou eigenlijk van Raikkonen af, want ik werd zenuwachtig van hem. Ik dacht van, als ik nou die trage auto inhaal, kan hij misschien Raikkonen opbouwen. Dus gaan we maar aan de buitenkant bij George Russell. En er voorbij. En dan DRS van George Russell pakken.
Ja, en dan is Raikkonen als weer voorbij, maar toch weer niet. Ja, en dan is Raikkonen ons weer voorbij, maar toch, jawel, nee, niet. Ja, en hier houden we het fair. En komt Raikkonen steeds dichterbij. En dan kan hij het hier weer doen. Nee, doet hij niet. Hij wacht netjes tot DRS, dat vind ik niet leuk. Dan is Raikkonen ons voorbij. Kunnen we het weer hetzelfde doen? Nee, want Raikkonen doet het dit keer gewoon slim. En dat weten 110 bots. Als je eenmaal vaak dezelfde interactie doet, dan kan je niet de hele race gaan doen. Want dan uiteindelijk weten bots het. En moet je weer wat anders gaan verzinnen. En nu duw ik het ook gewoon niet weer naar die fout met Raikkonen. Maar toch weer een inschattingsfoutje. Maar dan hier toch weer goed. Veel te veel curb mee. Maar Raikkonen raken we niet. Dus het is een oké inactie. Maar hier komt Raikkonen ons weer voorbij. En dan komen we de hele tijd dichter bij die final lap. De hele tijd. En dan weer Raikkonen. Weer. Maar dan verdedigen we hard tegen Raikkonen. En dit is wat jullie wouden zien, zeiden jullie. Nou, dan hebben jullie het ook. Raikkonen die zorgt voor een spektakel in Bahrein met mij. Ja, en hier zit Raikkonen er nog steeds naast. En weer Raikkonen, die gewoon scheid heeft aan alles en hem weer naast zet en er nu ook voorbij is. En Verstappen komt dichter en dichterbij en die vindt het maar leuk. Maar dan zijn we aangekomen bij de final lap. We hebben Raikkonen nog steeds weer achter ons gehouden. We hadden hem weer ingehaald, heb ik hem blijkbaar niet ingeëdit, maar we hadden hem weer ingehaald. Raikkonen zit er nog achter. De final lap is ingegaan. Ja, Gasly wint deze race. Red Bull is goed bezig. Gasly won ook al de Grand Prix van Australië. Als je die nog niet hebt gezien, zeker kijken, want die was ook leuk. Raikkonen zit er hier weer naast. Maar ik verdedig de goede kant. En dan is het voorbij. Deze Grand Prix was slecht voor mijn zelfvertrouwen, kan ik je vertellen. Want ik had verwacht dat we podium konden rijden. Maar ja, dat is fijn om te zien dat ik ook gewoon leuk kan battelen met een andere auto. Want dat heb ik niet heel vaak gehad in carrière mode. En dat nu gewoon gebeurt op wat jullie wouden. Doet 110 is natuurlijk hartstikke fijn. Pierre Gasly wint hem terecht. Ik heb hem de hele race niet gezien. Hij reed gewoon netjes bij iedereen weg. En Antonio Giovinazzi volgens mij tweede. Ook gewoon netjes. Nou ja, op naar het podium. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. There's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. Nou ja, het mag gezegd worden dat Red Bull gewoon goed bezig is en Ferrari slecht. Want Ferrari komt er niet aan te pas en wordt geen eens in de punten? Oké, slechte strategie van Ferrari. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? Daniel Ricciardo certainly impressed me today.
Nou, hier de stand dus waar we nog steeds vierde staan. Valtteri Bottas van de troon stoten. En dat Lewis Hamilton aan het inlopen is op Pierre Gasly. Nou ja, nee, niet. Maar gewoon Antonio Giovinazzi aan zich voorbij heeft gelaten. You were cutting your way through the field during the race. We all underestimated you, didn't we? That race put you ahead of your old F2 teammate in the championship. How competitive are the two of you? Things looked close between you and your rival for a bit, but you came out on top, didn't you? Appreciate your time. Nou ja, hier dus de rivalry en dat wordt dat nog gelijk? Ja, nou ja, Verstappen nog gelijk. En ja, de rivalry met Perez moet nog even opnieuw gestart worden. Maar ja mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan zeker niet op de duimpje wilt klikken. En dan was het abonneren voor meer natuurlijk. En ja, dan zien wij jullie later. Later mensen!